Blijf alert, gepassioneerde Feyenoord fans, er staat iets geweldigs op het punt onthuld te worden. Maar voordat we verder gaan, vergeet je niet aan te melden om alle informatie over Feyenoord uit de eerste hand te ontvangen. De club staat op het punt een meesterzet te doen en Luca Evenuek in hun gelederen te halen. Deze week werden de definitieve beslissingen genomen en nu bereidt Feyenoord zich voor op een formeel bod aan GNK Dynamo Zagreb om de getalenteerde Kroatische international vrij te laten. Evenuek, een veelzijdige linksbuiten die ook als aanvallende middenvelder kan spelen, lijkt op dit moment de perfecte optie voor de Rotterdamse ploeg. Zijn ondertekening werd nog interessanter na het opwindende nieuws over Simaski deze week. Met een geschatte marktwaarde van 12 miljoen euro zal Evenuek naar verwachting een paar miljoen minder kosten, waardoor hij een veelbelovende deal is voor Feyenoord. Verder kijkt de speler er ook naar uit om lid te worden van de club en is hij bereid een overeenkomstig salaris te accepteren. Maar daar houdt het goede nieuws niet op. Feyenoord spaart kosten nog moeite om haar elftal te versterken en is van plan om nog een linksback aan te trekken. Keito Nekamore en Oussama Idrissi zijn namen die worden overwogen en opties liggen op tafel. Het doel is om de perfecte aanvulling te vinden op het team van coach Arne Slot, waardoor de opties en kwaliteit van het team verder worden vergroot. Ondertussen is GNK Dynamo Zagreb achter de schermen al weken op de hoogte van de interesse van Feyenoord in Evenuek. Het valt nog te bezien hoe flexibel president Mirko Bari zal zijn in het onderhandelingsproces wanneer Feyenoord hun officiële bod uitbrengt. De verwachtingen groeien en de Rotterdamse club staat klaar om een aanbod te doen dat ze niet kunnen weigeren. En dat is niet alles. In het Nederlandse voetbal doen spannende geruchten de ronde dat Feyenoord Andries Noppert op het oog heeft als eerste keusdoelman, ter vervanging van Justin Bijlo. Hoewel er op dit moment geen officiële aankondiging is gedaan, geven geloofwaardige bronnen aan dat de club vastbesloten is een nieuwe doelman te vinden, aangezien Bijlo deze transferperiode zou kunnen verlaten. Noppert, een getalenteerde en veelbelovende doelman die momenteel voor Heerenveen speelt, onderscheidde zich de afgelopen seizoenen met constante prestaties en snelle reflexen. Zijn potentieel heeft de aandacht getrokken van verschillende eredivisieclubs en nu is Feyenoord in de strijd om zijn diensten veilig te stellen. Met zijn imposante lengte, Uitzonderlijke technische vaardigheden en leiderschapskwaliteiten op het veld zou Noppert een fascinerende aanwinst zijn voor de Rotterdamse club. Daarnaast zou het aantrekken van Noppert een economische keuze zijn voor Feyenoord, aangezien hierin geen hele hoge vergoeding mag vragen om de doelman vrij te laten. Deze slimme onderhandeling zou de club in staat stellen om te investeren in andere delen van het team, waardoor het team op een alomvattende en ambitieuze manier wordt versterkt. De mogelijke komst van Luca Evenuek en Andries Noppert bij Feyenoord zou zeker verwachtingen en grote belangstelling wekken bij fans en pers. Het zou spannend zijn om te zien hoe deze deals zich de komende dagen en weken ontwikkelen en tot bloei komen terwijl Feyenoord hun strategie voor het komende seizoen bepaalt. Bereid je voor op een revolutie bij de Rotterdamse club.